Wat voor soort ontwerper ben je? Wat voor plek neem jij in het veld van design? Ik denk dat ik ten eerste een heel onderzoekende ontwerper ben. Mm-hmm. Ik denk dat ik soms ook me echt heel erg kan verliezen in het experiment en in het proces. Soms zelfs zo erg dat ik dan het belang van het eindresultaat niet eens meer heel erg kan grijpen. Ik haal heel veel uit het onderzoeken van materialen en technieken en in zo'n proces proberen om mezelf te verrassen eigenlijk. En ik denk ook wel dat ik als ontwerper altijd heel erg zoek naar een balans van enerzijds een functie, maar tegelijkertijd ook een vorm van expressie van die functie, maar ook van het materiaal, van bepaalde eigenschappen zoals beweging, dynamiek. Dat is waar ik vaak naar op zoek ben in een ontwerp. Maar noem je jezelf een ontwerper of een engineer? Ik noem mezelf een ontwerper, absoluut. Ja, ja. En die vraag krijg ik wel vaak. Maar dat is mijn achtergrond. Dat is ook mijn core of zo. Ik heb wel een hele sterke interesse in onder andere engineering, maar ook in andere vakgebieden. En ik gebruik het in mijn werk, maar het is niet het doel of de hoofdmoot of mijn motivatie, laat ik het zo zeggen. Mm. Ik wil altijd iets maken vanuit een concept en niet vanuit de technologie. Bij mij begint een concept vaak wel vanuit een wat abstracter idee. En naarmate ik meer met technologie ben gaan werken, is het soms ook minder abstract, omdat het dan een toegepaste kant moet hebben. Maar het gaat inderdaad wel dan al snel naar een vertaling naar beeld en naar gevoel. En ik denk juist ook dat probeer ik ook te bewerkstelligen, dat om iets te maken wat in de context van mode relevant is, middels technologie, dan moet je juist dat gevoel erin weten te brengen. Eigenlijk moet je dat gewoon voorop zetten. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom de meeste wearables op dit moment, om het zo maar even te zeggen, niet heel veel aansluiting vinden bij de modewereld. Wat gaf jou de drive? Wat gaf de motivatie om aan de slag te gaan met wearable technology, om dit soort technieken te gaan experimenteren? Het was niet echt één moment of zo waar ik opeens zeg maar, overstapte op het maken van wearables of het gebruik van technologie. Ik denk dat het heel erg voortkwam uit ten eerste het zoeken naar nieuwe materialen. Ik was ook altijd bezig met het bewerken van mijn eigen materialen. Dus een nieuw soort van gedrag geven. Ja, naarmate eigenlijk onder andere ging werken met 3D printen en met mensen om tafel zat die een heel andere kijk op dingen hadden, die best wel buiten mijn eigen vakgebied stonden, daar raakte ik eigenlijk heel erg van geïnspireerd. Dat was eigenlijk het beginpunt daarvan. Dus niet zozeer van wat kan ik met technologie doen, helemaal niet, maar eigenlijk meer van hoe kan ik me laten inspireren en laten beïnvloeden en nieuwe ideeën laten ingeven door mensen die vanuit een heel andere perspectief naar dingen kijken. Maar ook omdat ik, juist omdat ik zo onderzoekend werk en omdat ik ook heel graag de diepte in ga, past het wel goed bij me, denk ik. Ik word eigenlijk heel vaak getriggerd en misschien is dat ook wel misschien de reden waarom ik iets met technologie ging doen en met wearables. Ik word heel vaak getriggerd door dingen die ik niet weet. Dat is vaak een hele sterke motivatie. Dan wil ik het mijn eigen maken of dan wil ik het leren. Ja, wat ik bijvoorbeeld zo gezien heb bij het klokhuis, dat je daar dus eigenlijk heel erg stap voor stap uitlegde van goh, ik ging dit doen, mm-hmm. en daarop ontstond een nieuwe vraag, ging ik dat doen. Mm-hmm. Ontstond weer een nieuwe vraag, ging ik dat doen. En je ging eigenlijk zo'n soort van in stappen en lager, steeds naar een soort van, ik vind het mooi dat je zegt dieper. Ja, ja. Ja, ik denk, ik neem ook niet zo snel genoegen met dingen of zo. Dus ik blijf inderdaad telkens weer een nieuwe vraag opwerpen. En daardoor bereik ik dat nooit dat punt waar ik dan denk heen te gaan of zo. Ik word telkens weer verlegd. Kijk, het feit dat ik die PhD doe, zorgt er ook voor dat ik me in een heel interessant speelveld bevind. Tussen cultural studies, modevormgeving en industrial design. Mm-hmm. Het verbindt me met allemaal interessante mensen en theorieën. En het
het is gewoon een enorme verrijking wat dat betreft. Cool. Is het leuk? Is het... ja, nou, gewoon, begrijp me niet verkeerd, maar is het sparkly? Is het echt zo dat je... Ja, het is... Bijna gek wordt van ah, dit is zo cool. Ja, ja. Niet altijd natuurlijk, maar er zijn heel vaak momenten dat ik echt mega geïnspireerd word. Helemaal als ik echt de ruimte en de aandacht kan geven aan de dingen die ik lees en de mensen die ik ontmoet. Of als ik naar conferenties ga. Het is wel heel veel. Dus ik moet het wel soms een beetje weten te inkaderen of zo. Want anders word ik gewoon een beetje gillend gek. Of te veel afgeleid door allerlei verschillende kanten die ik op kan gaan. Ik moet wel mezelf continu blijven herinneren aan... Oké, wat is de waarde voor mij als persoon, als ontwerper? Wat wil je vertellen? Wat wil je vertellen met de kleren die jij maakt? Mm-hmm. Nou, wat voor mij als modeontwerper heel erg belangrijk is... is om mensen te laten beseffen hoeveel... In welke mate kleding eigenlijk beïnvloedt hoe je je gedraagt. Mm-hmm. En fysiek, maar ook emotioneel, hoe je je voelt. En dat het dus eigenlijk zo intiem met ons lichaam en met ons bewustzijn verbonden is. Dat je daar heel veel meer uit kan halen. Ik bedoel, dat doen we natuurlijk al. Gewoon überhaupt middels onze kleding. Maar ik wil vooral laten zien of vertellen dat die kleding eigenlijk als een soort van interface tussen het lichaam en de omgeving bemiddeld. Het staat letterlijk tussen ons en de wereld in. En we zijn immers vrijwel altijd gekleed. Dus daar kun je eigenlijk ontzettend veel uithalen. Het is heel grappig hoe meer je met technologie of bepaalde materialen, met een soort van performance of zo gaat werken, hoe vaker je de vraag krijgt, maar wat doet het dan? En ik vond het altijd grappig om te realiseren dat op het moment dat ik voorheen in een showroom in Parijs stond met mijn collectie, zonder dat daar daadwerkelijk technologie of functionaliteit in zat, toen kreeg ik die vraag nooit. En de gemiddelde modeontwerper krijgt die vraag ook niet. Natuurlijk, je krijgt vragen over waarom doe je dit, voor wie is het gemaakt, wat wil je hiermee zeggen, maar niet wat doet het. Ja, om daarop terug te komen, ik zeg dus ook heel vaak, voor mij is esthetiek is ook een functie. Ik stel me er net zo eventjes voor dat je dan dus in een showroom staat in Parijs en dat mensen dus eigenlijk, alsof ze naar een soort van elektronica-zaak gaan, mm-hmm. vragen hoe werkt het? Ja. Weet je, leg me eens uit. Hoe bak ik dit broodje af? Of hoe werkt deze nieuwe televisie, smart TV of whatsoever? Ja. Omdat je bij wijze van nu een kledingstuk ontwerpt die bijna een apparaat wordt. Ja. Ja, waarbij ik vind het wel heel belangrijk om het niet als een apparaat te zien, ten eerste. Mm. En om het op zo'n manier te integreren dat het heel intuïtief is. En dat je dus op een zeker moment, dat zal in het begin echt niet zo zijn, maar op een zeker moment niet meer echt hoeft af te vragen. Je hoeft geen handleiding te lezen of zo. Dat is echt beyond the point. Maar ja, nu behoeft het vaak nog heel veel uitleg. En het is ook heel moeilijk juist om het dan... te verkopen in die context waarin die uitleg niet nodig is. Kijk, op het moment dat je kledingstuk iets voor je kan betekenen op een soort van gevoels-ervaringsniveau en je past het gewoon even in een winkel zoals je dat normaal gesproken zou doen, of je bestelt het zelfs online, dan kun je dat niet echt ervaren. Dan moet je er maar blind op vertrouwen dat het dat voor jou gaat doen. En dat is natuurlijk best wel lastig. Dus ja. Er zitten nog best wel wat moeilijkheden aan. Waarom mode? Ja. Voor jou? ik denk voor mij dat in mode heel veel verschillende aspecten samenkomen. Ten eerste ben ik eindeloos gefascineerd door het menselijk lichaam. Vanuit verschillende kanten eigenlijk. Vroeger altijd al vanuit een meer medische kant en de biologie, fysiologie, maar tegelijkertijd ook vanuit dans bijvoorbeeld, beweging, interactie, ook vanuit architectuur, weet je wel, hoe we ons door de ruimtes bewegen, onze verhouding tussen lichaam en ruimte. Maar dan, ik vond het al tijdens mijn studie gewoon zo interessant dat je bent met materialen bezig, met beeld, met fotografie, tegelijkertijd met sfeer, muziek.
dat ruime speelveld. En dan neem ik nog niet eens daar genoeg aan. Dan ga ik ook nog andere vakgebieden erbij halen. Dus dat is wel komisch eigenlijk. Maar ja, nee, dat is... daar kan ik de rest van mijn leven wel opteren, denk ik. Ja. En wat is de droom? Ik denk voor mij de ultieme droom is, of streven eigenlijk, is dat ik me continu mezelf blijf verrassen eigenlijk. Dus voor mij, als ik droom, dan hoop ik ook iets te bereiken wat ik nu nog niet eigenlijk kan zien, bijna, als het ware. Want als ik het nu al kan zien, dan is het eigenlijk te dichtbij. Ik hoop ook bijvoorbeeld op een gegeven moment nog verder buiten het lichaam te treden. Als we het hebben over architectuur en het gebruik van textiel en beweging. Geanimeerde, geprogrammeerde materialen. Dat ik op een gegeven moment zelf een eigen materiaal kan ontwikkelen met een heel specifiek gedrag. Wat programmeerbaar is, wat dynamisch is. Ja, dat zou ik... Dat zou ik wel graag doen.